My pepperoni en kruidenkaas. Ik zit vast in een vulkaan. Mijn naam is Nutstuber. En ik weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik deze dame in ma... You are totally kidding me. Nou ja, als je niet hebt geliked, dan heb je de like challenge verloren. Want dan was ik een stukje sneller. Oh my gosh, wat erg. Nou, gelukkig... Nee, wat? Nah. Dit is wel heel erg, hoor. Ik ben 2 keer afgegaan. Oké, wacht. Ik moet even een payback nemen nu. Ik moet even een payback nemen. Ja, ik moet even... Ik zit vast. Wat? Oh my gosh, mijn UFO is stuk. Oh, nee, hij doet het weer. Hij doet het weer. Niks aan het handje. Niks aan het handje. Zo, jij mag in het water. Hopsakee. En oké, er zit iemand op mijn UFO. Die heeft echt lijp veel geluk. Want als je op mijn UFO zit, dan kun je zeg maar niet worden ingemaakt. We spelen vandaag Cursed Islands. Het is een spel waarbij je moet proberen te overleven op eilanden. En op elk eiland gebeurt er wel, zeg maar, iets naars. Dus dat is een soort van waar je rekening mee moet houden. Maar goed, wij hebben allemaal verschillende soorten power-ups. En daar zullen wij ook proberen zoveel mogelijk gebruik van te maken. Zo hebben wij hier bijvoorbeeld iemand die we proberen in te maken. Maar waarbij het best nog wel een beetje lastig is. Oeh, deze jongeman die gaat vastzitten of niet soms. Ja, deze jongeman die hebben we sowieso. Want die kan hier namelijk gewoon simpelweg niet meer. Oh jawel, hij heeft boots. Oké, het is een super interessant spel. De vorige keer heb ik jullie een aantal codes gegeven in dit spel. Waarmee je items kunt krijgen gratis. Te waarde van meer dan 400 Robux. Zeg maar, dat is het hele ding met Roblox en met Roblox Games. Er zijn heel erg vaak codes die je kunt gebruiken. En met die codes kun je dan zeg maar... gear unlocken in het spel, items, muntjes, mystery boxes, waar je normaal gesproken dik voor moet betalen. Dus ja, dat is eigenlijk best wel een voordeel. Ik kan me best wel voorstellen dat voor mensen die bijvoorbeeld geen zin hebben, of het gewoon zonde vinden om Robux te kopen, dat dat echt super handig is. Ik heb het letterlijk wel eens een keer meegemaakt, dat ik gewoon in Roblox Robux heb uitgegeven voor een item, wat je gewoon letterlijk gratis kon krijgen door middel van een code. Dus hou dat in de gaten, oké? Codes in Roblox zijn een ding. En het is een groot ding, laat ik het zo zeggen. Oké, so far so good. Gaan wij er een UFO bij pakken? Nou, ik heb mijn twijfels erbij of dat nodig is. Want voor zover ik het nu ervaar, zijn er nog 3 mensen over. En 1 daarvan staat er niet zo best voor. Die heeft namelijk nog maar een heel klein beetje health over. Ik weet trouwens ook niet hoe het zit met health. Of je dat er weer bij kunt krijgen wanneer je bijvoorbeeld wat langer niet geraakt wordt door iets. Oké, ik ga weg hier. Ik ga sowieso pleiten. Ik ga sowieso pleiten. Nee, ik wil geen lava op mijn eilandje, dames en heren. Daar neem ik geen genoegen mee. In ieder geval, Cursed Islands is een spel waarbij je eigenlijk allemaal minuscule kleine eilandjes hebt. En op ieder eilandje gebeurt er wel iets verschrikkelijks. De ene, dat is een vulkaanuitbarsting. De andere, daar verandert de vloer in lava. Het andere eilandje, bijvoorbeeld deze voor mij, daar is het gemaakt van ijs. En er zitten ook tornado's bij. Ja, nou, het was wel goed getimed, al zeg ik het zelf. Exact op het moment toen ik het had over de rampen. De tornado. Nou, we zijn 2e geworden. Daar kan ik mij op zich wel bij neerleggen. Dan vind ik wel dat die jongen die eerst is geworden het heel erg goed heeft gedaan. Want als je het kunt opnemen tegen een Dutchtuber met 40 verschillende soorten power-ups per seconde. Dan ben je echt supergoed. Oké. Niet omdat ik heel goed ben dus, maar omdat ik die power-ups de hele tijd kan gebruiken. Laten wij een van de zeldzamere crates openen. Ik stond op het punt om een crate te openen, maar nu ben ik ineens naar het potje geteleporteerd. Oké, ik kies de rechter. Wat zit erin? Het is... groen vuur. Oké, die wil ik eigenlijk wel even met mij meenemen. Maar hij staat hier niet bij. Oh, wacht, ik heb alweer een 2e laag met allemaal dingen. Ja, groen vuur. Wauw, oké, dat ziet er best wel episch uit. Laten wij deze spelers trouwens even inmaken zo. Hopsakee. Kijk, we hebben nu 2 mensen ingemaakt. En als we een beetje geluk hebben, want deze rakker die lijkt niet helemaal op te letten. Dan kunnen wij die inderdaad ook inmaken. En met nog een heel klein beetje extra geluk hebben we er hier ook nog 2 die we mogelijk... Oh, die gaat het niet halen. Oh, dat meisje heeft het niet gehaald door mij. Ik voel me bijna schuldig. Zullen we de UFO erbij pakken? Nee, laten we even wachten. Laten we even wachten tot de volgende wave met water. Voor de mensen die denken, waarom gebruik je alleen maar je UFO wanneer er water staat? Nou, het ding is, mensen mogen het water absoluut niet aanraken. He, dus als jij ervoor wilt zorgen dat je je UFO zo goed mogelijk gebruikt, dan pak je hem erbij op het moment dat er water is. Het enige wat je dan moet doen, en ik zal het laten zien, is dan pak je een speler en die gooi je in het water. En dan is die af. In plaats van dat er geen water is. En dan moet je zeg maar je UFO veel langer gebruiken bij... Oh, daar is een hele groep met spelers. Wat lekker dit. Oh, daar heb ik er sowieso 1. Ga ik gewoon nog een rondje hoor. Ga ik gewoon nog een rondje maken. Zo. Ja, kijk, nu is er bijvoorbeeld geen water. Dus nu moet ik gewoon deze speler heel erg lang in mijn beam houden. Om er echt wat mee te kunnen. En dan pakken we er nog 1. Misschien nog 1. Ja, oké. Nou, we hebben er niet echt heel erg veel aan gehad. Nou, dit was het in ieder geval. Dit was super episch. We hebben minimaal 4 à 5 spelers ingemaakt in misschien een minuutje tijd. En, oh my gosh, nee. Oh my gosh, ja. Ik kan gelukkig rejoinen, maar dit was niet heel erg fijn. Zie, maar het ding is...
Het is best wel lastig, en nu merk ik het zelf ook, om te overleven wanneer mensen power-ups hebben. Want die power-ups die zorgen er gewoon echt voor dat je mensen veel gemakkelijker en sneller kunt inmaken. Het nadeel is alleen, ik heb amper nog power-ups over. De enige power-up die ik eigenlijk nog... Nee! Oh my pepperoni en kruidenkaas, dat was vreselijk. De enige power-up die ik eigenlijk nog echt heb, dat zijn de UFO's. En deze jonge man die denkt waarschijnlijk slim te zijn, maar dat is hij niet. Kijk, hij wou achter mij aangaan, maar hij wist niet dat ik een UFO zou krijgen. Dus sorry, jij wilt mij inmaken, ik maak jou in, bro. Dat is how life goes. Oké, er zijn er hier twee, daar kan ik er sowieso één van pakken, want ze letten ook allebei letterlijk niet op. Dus jou heb ik, en dan wil ik eigenlijk die dame ook nog even pakken. En die dame, oeh, ik liet er net iets te snel gaan. En die dame, die heb ik niet. Oh my gosh, oké, dat is zonde. Kan ik er misschien nog inmaken? Nee, ik kan er niet meer inmaken. Oké, dat is jammer. Oh, dat is jammer. Ik had er bijna. Zeg maar, het ding is, ik liet iets te snel los. Omdat ik namelijk dacht dat ik haar nog niet had. Dus ik wou nog een keer klikken, maar eigenlijk had ik er al. Oké, ik wil eigenlijk wel even een zwaardje hebben als ik die erbij kan halen. Kan dat? Ja, dat kan. Nou, dan heb ik haar in ieder geval toch nog ingemaakt. Zo. Alright, het ziet eruit dat we hebben gewonnen. Very amazing. En ik weet het. Ik win voornamelijk door de power-ups. Weet je wat we eigenlijk een keer moeten doen? Omdat mensen anders misschien denken dat ik alleen maar met power-ups kan winnen. Misschien is dat ook wel zo. Maar ik ga letterlijk op dit moment... ga ik alleen maar spelen zonder power-ups. Dus de rest van de video, dat is de challenge. Geen power-ups. Oké? Okay? Geen hoverboots, geen UFO's. Helemaal nada. Ik denk dat dat echt een soort van extra spanning kan geven. Omdat ik er dan dus achter kom hoe lastig het wel niet is om zonder power-ups te overleven in dit spel. En ik denk, de power-up die ik het meeste ga missen van allemaal, dat is denk ik de hoverboots. En ik zal proberen uit te leggen waarom, want de hoverboots is niet per se een item waarmee je andere spelers kunt inmaken. Maar het is wel een item waarmee je jezelf heel goed kunt redden. Kijk, stel je nou eens voor, er komt hier nu iemand op het eilandje met een zwaard. Terwijl de grond water is, hè, dus ik mag de grond niet aanraken. Dus ik moet op het eilandje blijven met die persoon die een zwaard heeft. Wat ik dan normaal gesproken zou doen, is dan zou ik mijn hoverboots erbij pakken. Zup, zou ik naar een ander eilandje gaan. En dan ben ik veilig. Maar nu kan dat niet. Hè? Dus als ik dat nu wil, it's done, you know. Het is gewoon over. Dus ik moet soort van steady en voorzichtig zijn. Maar als ik het nu haal, dan is dat ook wel mooi, toch? Oké, laten we even iets openen. Even een leuke crate. Laten we gaan voor deze. We openen er gewoon even één om te checken wat erin zit. Misschien is het iets leuks, right? Misschien is het iets zeldzaams. Er kan iets goeds in zitten. Die is nice. Een fire spiral. Oké, dan doe ik er nog één. En dat is de middelste. Nee, de linker. Oké, wat zit erin? Oh, Robux notes. You are totally kidding me. Hebben we die echt gekregen? Oh, deze werken niet. Oh, wat naar. Oh, dat is echt jammer. Oké, dus we hebben eigenlijk een soort van Robux-biljetten gekregen... die eigenlijk zo om ons heen zouden moeten warrelen als een soort van particles. Maar nee, helaas werkte dat niet. Het is wel echt wennen trouwens. Kijk, normaal gesproken zou ik nu wachten totdat de vloer bijna verandert in water. En dat is ongeveer nu. En dan zou ik mijn UFO erbij pakken. Zou ik iedereen inmaken, you know. Maar dat kan dus niet. So, yeah, we need to be fair. Oké, daar gaan we al. Oh, ik heb een zwaard. Oeh, ja, oké, dit mag wel, hè, voor alle duidelijkheid. Dit is een power-up die ik gewoon letterlijk heb gekregen door het spel. Dit heeft verder niks te maken met dat ik zelf iets heb geactiveerd of zo. Dit is gewoon toegestaan. Alleen, of ik hier nog iemand mee kan inmaken, ik betwijfel het. Ik heb ongeveer nog 10 seconden. Nou, op zich, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Misschien één iemand. Ja, of niet? Misschien echt letterlijk, ik denk één iemand. Oh, wat? Oh, ik was het water vergeten. Ik was zo het water vergeten. Oké, ik ben wel gerejoined, maar dat is iets wat meerdere mensen kunnen doen. Dat is niet echt een power-up. Zeg maar, een power-up, dat zegt het al. Je brengt je power-up, you know. Je geeft jezelf een soort van extra hulp. En rejoin is ook wel extra hulp, maar niet in-game, zeg maar. Niet in het potje wat je speelt. Het is niet zo dat als je rejoint, dat je terugkomt met zwaarden en hakbijlen. Nee, dat niet. Het is gewoon, je mag verder spelen, gewoon, letterlijk. Oké, dit is nu van ijs gemaakt, denk ik. Dus, I don't know, we glijden, I guess. Zo verleidelijk om nu een UFO te pakken. Ik weet echt legit dat ik super veel mensen zou kunnen inmaken op die manier. Op zich, ik vind dat ik het nog... ja, soort van wel eventjes uithouden zonder power-ups. Like, oké, niet super lang. Sowieso waarschijnlijk minder lang dan met power-ups. Ik werd zojuist bij de tweede met power-ups. Dus ik denk ook maar net, zeg maar, dat het ervan afhangt hoe je de power-ups gebruikt. Right? Ik bedoel, je kan een power-up hebben en je kan hem op exact het juiste moment gebruiken en iedereen inmaken. Maar je kan ook een power-up hebben en hem gewoon gebruiken wanneer je hem eigenlijk niet nodig hebt. En dan kun je er ook niemand mee inmaken. Dus je moet een beetje timen. In die zin. Maar wel. Nevertheless, het gaat op zich best wel decent. Ik wil niet zeggen dat we... zijn we in de top 10? Ja, er is eigenlijk altijd een top 10, I guess. Maar meer van... weet je wat sowieso wel echt mijn tactiek is op dit moment? Om niet bij mensen op een eilandje te zitten. Want ik heb het idee dat als er dan toch iemand een power-up met zich meedraagt... dat ik de pineut ben. Waarom hangt daar iemand boven het water? Oh my... oh, wat? Nee! Oh! So
veel geluk. Oh my gosh, oké. Daar kun je trouwens ook, zeg maar, niet om te zeggen dat power-ups useless zijn of zo, maar daar kun je ook met een power-up weinig aan doen. Als je, zeg maar, een power-up hebt en er is in één keer een, dat had ik geloof ik net ook, er is in één keer een tornado, what you gonna do about it? I mean, like, de tornado is zo van, en jij bent zo van, en samen zijn jullie zo van, dus, like, makes no sense, right? Kijk, net zoals die kraken, daar heb je ook maar heel weinig tijd om iets te doen. Om iets tegen te doen, zeg maar. Er zijn nog 3 spelers over, en ik heb nog geen enkele power-up gebruikt. Alright, zeg maar, de bedoeling is echt dat ik het vol weet te houden. Maar echt gewoon vol weten houden. Ik weet het niet hoor. Het is wel lastig, I guess. Het gaat echt lastig zijn. Het gaat echt lastig zijn. Ik weet ook niet waarom ik mezelf hier neerzet. Ik denk omdat ik dan een soort van nog het dichtstbij bij dit eilandje zit. Oké, er is weer water. En er gaan dus weer disasters gebeuren. Watch out. Oh my gosh, wat gebeurt er? Ik heb iets in mijn handen. Wat is dat? Ja, wat moet ik hiermee? Gaat die exploderen? Moet ik hem aan iemand geven of zo? Wat moet ik doen? Ik loop wel gewoon naar een speler toe. Ik denk dat ik hem aan iemand anders... Ben je echt serieus right now? Like, daar kan je letterlijk niks aan doen. Ook niet als je een power-up hebt. Dat is gewoon letterlijk pech op pech op pech. Like voor weer en adios.